Wim Benders is de nieuwe voorzitter van voetbalclub Germania uit Groesbeek. Hij neemt hiermee het stokje over van Ronald Sillissen, die de club na 3 jaar verlaat. Benders is al 30 jaar actief binnen de vereniging en was in de jaren 90 al eens hoofdtrainer. Hij vertelt waarom een voorzitter zo belangrijk is. Iedereen is toch van mening dat de voorzitter een uithangbord moet zijn voor de club. Naar de KNVB toe, maar ook naar buiten toe. En ook met name met uitwedstrijden, thuiswedstrijden en zo. Dus, en dat deed op het moment maar één bestuurszitter, dat was de oude voorzitter. Die nu voetbalzaken behartigt, Willy Verbijt. En die deed samen met mij het hele gebeuren zondags bij het eerste elftal. Maar ik zat zelf ook nog op de bank. Dus ik ging om 2 uur naar beneden, 2:30 de wedstrijd. En dan kwam ik onder de rust niet in de bestuurskamer, zat hij daar heel alleen. En dat waren toch dingen dat ik dacht, ja, dat kan niet goed gaan. Toen zijn er wat gesprekken geweest en afgelopen donderdag, toen is de kogel door de kerk gegaan, dat ik het vanaf 1 augustus ga doen. Ik maak dit seizoen eerst op alle gebieden af en dan start ik fris op 1 augustus. Benders geeft aan wat hij gaat doen. Vooral het vertegenwoordigen van de club, het uitdragen van de club en dergelijke, dat ga ik wel doen. Dan laat ik me eigenlijk duidelijk zien. Dus de club, dat dit weer is zoals hij van jaren terug was, was toch een belangrijke club hier in de omgeving. We speelden hoofdklasse, maar we kwamen ook altijd heel goed voor de dag. Netjes bij de clubs, hier was alles netjes geregeld en dat zag ik een beetje weg hebben. En dat is ook de drive geworden dat ik zeg, nou, er moet toch weer een uitstraling komen van de club. Germania moet weer Germania worden zoals het voor 5 jaar terug was bijvoorbeeld.